collega's, gasten, meneer de erevoorzitter, vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, het interprovinciaal overleg en natuurlijk de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollengren. Welkom op de tweede dag van het VNG-jaarcongres hier in Barneveld. Ik weet bijna zeker dat u allemaal met zoveel gisteren een prachtige dag heeft gehad in Barneveld. Traditiegetrouw beleven we op de tweede dag van ons congres het jaarlijkse hoogtepunt binnen onze vereniging, de Algemene Ledenvergadering. En voorafgaand daaraan wil ik een paar dingen met u delen. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen spelen wij als gemeente een rol. Wordt je dochter of zoon geboren, dan ga je naar de gemeente voor aangifte. Wil je gaan trouwen, moet je bij de gemeente zijn. Je woonsituatie, de leefbaarheid in de wijk, ondersteuning en zorg. Het is allemaal van, in en bij de gemeente. Je gaat sporten, je gaat naar school, je fietst door de wijk, haalt boodschappen in huis. Het is allemaal om de hoek en iemand helpt mee bepalen of die voorzieningen er zijn. Het is allemaal de gemeente. Wij willen als gemeente bondgenoot zijn van onze inwoners. En dat zijn we ook. Maar een bondgenootschap ontstaat niet vanzelf. Daar moeten we als gemeente iedere dag opnieuw aan en voor werken. Het vraagt inspanningen, offers, compromissen en onderhandelingen. Sinds de decentralisaties van 2015 is het takenpakket van gemeenten enorm toegenomen. Juist omdat wij als gemeente dicht bij de inwoners staan, kunnen wij maatwerk leveren en efficiënter werken. Dat doen we graag voor onze inwoners. Maar daar moeten we wel de mogelijkheden, denk aan wet en regelgeving, en de middelen voor hebben. En met name de middelen zijn voor ons een blijvend discussiepunt, een punt van enorme zorg. Gemeenten hebben in de eerste 3 jaar sinds de decentralisaties een efficiëntiebesparing moeten realiseren. En die is gerealiseerd. 1,3 miljard op de WMO en 450 miljoen op de jeugdzorg. Dat is nog nooit eerder vertoond. In die zin zijn we als gemeente zeer succesvol geweest om de kostenreducties die ons opgelegd waren door het Rijk te realiseren. Zonder enorm grote inhoudelijke problemen. Dat hebben we maar mooi voor elkaar gekregen. Bloemen heb ik er niet voor gekregen. U ook niet waarschijnlijk. Gemakkelijk was en is het niet. De besparing is gelukt. Wij hebben ons aan onze afspraken gehouden. Maar inmiddels zijn veel gemeenten in de knel geraakt. Met name op het terrein van de jeugdzorg kampen vrijwel alle gemeenten inmiddels met problemen. Wij voorzagen een volumeontwikkeling en maakten daarover vorig jaar een afspraak met het Rijk. We vroegen om een onderzoek om te kijken of onze ervaringen en beweringen klopten. En die blijken te kloppen. Uit onderzoek, dus uit harde cijfers, blijkt dat er een forse volumegroei heeft plaatsgevonden. Met een toename van de zorgvraag van ruim 12% hebben gemeenten nog een keer een 500 miljoen meer kosten moeten maken. En dat was niet de afspraak. Ook wat de GGZ betreft moet de gemeente gecompenseerd worden voor de meerkosten die de extra muralisering met zich meebrengt. Denk aan kosten voor het realiseren van extra woningen voor mensen die voorheen zouden zijn opgenomen. Ook de begeleiding van deze mensen voor hulp bij het vinden van werk, voor dagbesteding en voor het inzetten van ervaringsdeskundigen kost meer geld. En ook de druk op de WMO wordt onverantwoord groot. Sinds de invoering van het abonnementstarief, een maatregel die kabinet en het parlement ons tegen onze zin hebben opgelegd, wordt op grote schaal een beroep gedaan op huishoudelijke hulp en thuiszorg. We hadden hier al voor gewaarschuwd. Helaas zien we dat steeds meer gemeenten te maken krijgen met de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Het Rijk heeft soms het idee dat het macro-economisch best goed gaat met gemeenten. Er was bijvoorbeeld in 2017 een klein overschot op al onze 355 begrotingen tezamen.
eenmalige grondexploitatieresultaten van enkele gemeenten maskeren de ernst van de situatie. Ook de onderbestedingen bij het Rijk helpen op dit moment niet als het gaat om het accret. Kortom, sinds de decentralisaties lopen de tekorten op. En daar balen we van en mijns inziens terecht. Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in Maastricht had ik het over de graat die maar in onze keel blijft steken. Tijdens de buitengewone ALV in november riep ik namens u het kabinet om boter bij de vis te leveren. In aanloop naar de voorjaarsnota hebben we als VNG meerdere malen met het kabinet gesproken. Met een open brief aan onze inwoners in het AD en de regionale kranten onderstreepten we onze noden en zorgen. Mede dankzij allerlei signalen van u, voorbeelden uit de praktijk van u, erkent het kabinet nu onze problemen. Het Rijk weet hoe groot de kracht van gemeente is, welke enorme verantwoordelijkheid wij dragen en wil ons tegemoetkomen. U heeft daarover kunnen lezen in de ledenbrief van 27 mei. Ter compensatie van de opgelopen tekorten ontvangen we dit jaar eenmalig een bedrag van 420 miljoen. Volgend jaar en in 2021 krijgen wij nog eens 300 miljoen bij. Het kabinet heeft ingestemd met een nader onderzoek over de periode 2015 tot 2019 om te bepalen welke structurele compensatie nodig is met daaraan gekoppeld arbitrage. Daarnaast zal het kabinet de provinciale toezichthouders een richtlijn geven, zodat gemeenten een meerjarendekking in de begroting kunnen opnemen voor de uitgaven jeugd. De druk om op andere voorzieningen te bezuinigen wordt hiermee verlicht. Maar met dit alles biedt het kabinet geen structurele oplossing voor de situatie van de gemeente. Want als er niets verandert in de verhoudingen zoals die nu zijn, lopen de tekorten na 2021 gewoon weer op. Boter bij de vis, daar hadden we om gevraagd. De afspraken die we nu hebben gemaakt geven in het eerste jaar een beetje lucht. Maar we zijn er nog niet. En het kan niet zo zijn dat het kabinet ons op de lange termijn alsnog, als een vis op het droge, naar adem laat happen. Even voor de helderheid, collega's. We spreken er natuurlijk zo meteen over aan de hand van de nieuw ingediende moties. De motie die eerder door u is vastgesteld en aangenomen, stevige structurele afspraken sociaal domein Romeinse 2, staat wat ons betreft nog steeds keihard overeind. En die motie is dus niet afgedaan. Iets anders, een andere opstelling zou bovendien zeer in strijd zijn met wat we eerder hebben afgesproken. Terwijl het doel van decentralisaties was om gemeenten meer zeggenschap en meer verantwoordelijkheid te geven, lijkt het erop dat gemeenten op financieel vlak juist afhankelijker zijn geworden van het Rijk. Voor de decentralisaties kwam 40% van onze inkomsten van het Rijk. Nu, ruim vier jaar later, is dat bijna 70%. Terwijl we met dit kabinet aan het begin van de regeerperiode samen met provincies en waterschappen hadden afgesproken dat we zouden gaan samenwerken vanuit de inhoud, vanuit de opgave. En dat we dat zouden doen vanuit gelijkwaardigheid, lijkt met name op financieel terrein die gelijkwaardigheid ver te zoeken. Het lijkt er haast op dat we een soort van veredeld uitvoeringsorgaan zijn geworden met 355 loketten. Verlengstuk van het Rijk, om van te rillen. En met alle respect voor uitvoeringsorganen, dat zijn gemeenten niet. Mede-overheid zijn we en voor onze inwoners de eerste. Zo is het. In een afhankelijke positie van en voor gemeenten zal de VNG niet berusten. Om als gemeente die gelijkwaardigheid te onderstrepen en het belang ervan aan te geven, moeten we dat laten zien. Als zelfstandige gemeente moeten we zelfbewust optreden in bestuurlijke overleggen. Onze eigen verantwoordelijkheid ook durven nemen.
Het decreet is voor onze inwoners, gemeenteraden bepalen hoe we het aanwenden. Liever dan onze oren te laten hangen naar een specifieke doeluitkering van de Rijksoverheid, lekker makkelijk als excuus te gebruiken. En dan moeten we ook bij elke nieuwe taak beoordelen of we die wel op ons willen nemen of niet. Zoals bij de uitvoering van de inburgeringswet. Chapeau, Peter Heikoop. Een grotere zelfstandigheid van gemeenten kan bijvoorbeeld betekenen, en ik denk eerlijk gezegd zal in de toekomst betekenen, dat we opnieuw de discussie moeten voeren over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Niet als uitbreiding of verhoging van de belasting die onze inwoners afdragen aan het Rijk, maar in plaats daarvan. U kent het gezegde, geef ze geen vis, maar een hengel om die vis mee te vangen. En dat geldt nu ook voor ons als gemeente. We willen niet af en toe een visje krijgen toegeworpen. We willen een systematische oplossing, een hengel. Daar moeten we samen naar op zoek. Dat doen we in overleg met onze mede-overheden. Maar dat doen we vooral ook met elkaar als gemeente. En daar is de vereniging voor. Wij zijn er als gemeente, zoals eerder vandaag en steeds door mij gezegd, in de eerste plaats voor onze inwoners. Maar we zijn er ook voor elkaar. We helpen elkaar als gemeente. We delen onze kennis en ervaringen, zodat we een stap kunnen maken in onze verdere volwassenwording. Dat doen we op maat. Dat doen we als plattelandsgemeente, als middelgrote of grote gemeente in de 12 provincies. We doen het binnen de vereniging, we maken elkaar sterk. En dat is ontzettend belangrijk, want we hebben het de afgelopen maanden vaak over het sociaal domein. Maar naast het sociaal domein zijn er nog een hoop andere opgaven die onze aandacht vragen. Denk aan de energietransitie, de digitalisering, het terugdringen van het woningtekort en de groeiende tweedeling in de samenleving. Het mag duidelijk zijn, er is nog een hoop te doen. En al deze opgaven vragen om volhouden en koers houden. Ik heb het idee dat we met z'n allen in de commissies, in het bestuur, in de provinciale afdelingen kunnen bijdragen aan het bondgenoot zijn van onze inwoners en van elkaar. Besturen is mensenwerk. En ik leerde al jong dat iedereen op haar of zijn manier een onmisbare bijdrage kan leveren. Vroeger op school werd ik vaak als laatste gekozen bij de gym. Ik was niet zo goed in sporten. Ik was niet de snelste. Met mij zou je de wedstrijd niet winnen. Maar waar ik wel goed in was, en daar kwamen mijn klasgenoten ook achter, was het bijdragen aan het teamgevoel. De sfeer erin houden, zorgen dat iedereen meedeed. In je eentje ga je de wedstrijd niet winnen, maar samen kunnen we dat wel. En dat, beste mensen, collega's, is waarom ik dit werk zo graag doe. Waarom ik mijn bijdrage aan de VNG met liefde vervul en bereid ben te blijven vervullen. Omdat het nodig is dat wij een team zijn voor onze inwoners. Omdat ik er persoonlijk, en ik weet zeker dat dat ook voor u geldt, er nooit genoeg van krijg om inwoners bij te staan. Om talentvolle mensen, oud en jong, waar ook vandaan, een beetje de ruimte te geven en zich te laten ontwikkelen. Om mensen in de knel een steuntje in de rug te geven. De lokale gemeenschap zijn wij allemaal. Houd vol, besturen is mensenwerk. Dank u wel. Thank you.